We hebben binnen Dekelheim een uitbraak van corona. En dus wel een beetje jammer. Hè? De eerste golf zijn we goed doorgekomen. Nu in de tweede golf hebben we er toch dan jammer genoeg binnengekregen. 31 bewoners zijn positief. Waarvan een groot gedeelte gelukkig niet echt ziek is. Gewoon hun dagelijkse leven, hun dagelijkse dingetjes doen. En daarbij ongeveer 26 medewerkers ook positief getest, waarvan het grootste gedeelte geen ziekteklachten heeft, maar een aantal wel. Je mag er niet in. Degene die erin gaat, die moet een speciaal pak aan hebben. En dan moet het pak weer uit. Want ik ben er oudjaarsdag geloof ik nog geweest, maar na dit niet weer. Een week of twee geleden sloeg het virus voor het eerst hard toe in Dekelheim. 14 mensen raakten besmet. Inmiddels is de teller gestegen tot 56 besmette bewoners en personeelsleden. Nou, dit begon dus al voor. Dat deed de kerstdag. Gewoon goed kerstdag. Toen is dat begonnen. Maar het begon met 1, 2, maar het schijnt nu heel slim te zijn. Ja. Ik hoorde vanmiddag voor de radio dat er 50 waren. Dus dat is al heel veel. Weten jullie ook waar de uitbraak vandaan is gekomen? Nee, dat weten we niet. Goed, daar zijn we natuurlijk wel heel erg nauw over naar het kijken geweest. Wat is dat dan de reden geweest? We weten wel dat het in Groningen, Oost-Groningen en deze hoek van Drenthe heerst. Het kan natuurlijk door een medewerker gekomen zijn, maar het kan natuurlijk ook prima door bezoek of door andere dingen. Dus zeg het maar, we kunnen het nooit goed achterhalen. Redden jullie het nog met het personeel binnen? Ja, we redden het op zich nog goed met het personeel. Het is wel zorgelijk. We moeten steeds wel de roosters bekijken. Elke dag weer van hoe komt het. ICAR is natuurlijk een grote organisatie. We hebben een grote thuiszorgpoot. En gelukkig kunnen we daar ook beroep op doen. En die hebben ons ook goed geholpen de afgelopen weken. We laten wel nog bezoek toe. Dus zoals in de eerste corona-uitbraak in het voorjaar. Toen hadden we de verpleeghuizen allemaal op slot. Dat hebben we van geleerd. Dat doen we niet nog een keer. Dat geeft te veel emoties. Familieleden mogen toch bij hun bewoners of bij de bewoners op bezoek blijven komen. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar ook naar de familie en de bewoner toe.